En dit is een andere video. Deze ga ik jullie even uitleggen wat ik zelf vind van de afgelopen tijd over de Black Friday. Ik vind als je een Wayong uitkering hebt zoals ik en dat je daar niet aan kan meedoen, dat vind ik gewoon, dat is mijn mening. Dan moeten andere mensen als ze deze video kijken mezelf weten. Maar ik vind gewoon dat die Black Friday voor gewone mensen kunnen dat wel doen. Maar mensen met een Wayong uitkering en een beperking is dit gewoon, ja, vind ik gewoon, heel eerlijk gezegd, vind ik dit gewoon heel niet kunnen. En dat is mijn mening en daar blijf ik ook bij. En andere mensen mogen zeggen wat ze ervan zelf van vinden. Maar ik vind gewoon dat die Black Friday voor mensen met een beperking is dat gewoon niet te doen. Ik loop ook al heel lang te wachten op een goede vlogcamera en een laptop. Maar ja, ik moet het op een of andere manier moet ik het zelf gewoon voor gaan sparen. Want via mijn vlogs, via mijn video's en via mijn vlogs kan ik dat gewoon niet bekostigen. Want ik mag van mijn bewindvoerster gewoon niet bij de Kamer Verkoophandel ingeschreven staan als vlogger. En ja, ik gebruik nu ook tegenwoordig ook niet meer de term vlogger, maar video. Want ik maak ook video's, want dat doe ik ook bij deze. Dat zien jullie best wel vaak. Dat zijn geen vlogs, maar het zijn video's. Ja, dat heeft ermee te maken met die Black Friday. En ja, voor de rest, ja, ik wacht gewoon totdat ik ooit een keer wel betaald word door deze video's met bepaalde dingen. Dus vonden jullie deze video over de Black Friday leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer je beneden. En nou ja, tot de volgende. Mazzel!